het. Ja, je vindt me buiten op de plek waar ik niet thuis is. Nog steeds trotsklaat, we blijven het uiten. Hey, check, mic check, 3-4. Lopen altijd twee stappen vooruit op de rest van dat bier. Ze dachten van niet andere dachten het te zien. Bij denken gaat fout, dus nu lachen ze niet meer. Ben altijd in de weer met iets bezig. Syphilis is gedrest, stap binnen in je feestje. Ga zitten in de kring, met wat lief vanzelf spreek ik. Kijk, ze willen hangen, maar ik ga fok niet met bezig. Zakaria TRT. Ik ben 18 jaar. Ik train bij de TRT gym. Dus ik kom van mijn broers uit. En ja, ik verwacht van de partij dat ik, ik ga sowieso knallen. Ik ga mijn best doen. En ik heb hard getraind. Voor elke wedstrijd train ik hard. Ik doe 5 HAVO's mijn laatste jaar. En ik probeer natuurlijk mijn diploma te halen. Om volgend jaar HBO te doen. Ik wil op school wel iets anders doen dan met sport, want sport ben ik al mee bezig. Dus ik wil graag de farmakunde, richting farmakunde. Dus zeg maar iets met apotheek. Kun je een apotheek beginnen bijvoorbeeld. Ja, die richting wil ik op gaan, zeg maar. Ik kijk altijd naar mijn broers op en ik kijk altijd naar zijn partijen, vooral Fikri en Fouad en mijn broer Murad. Dus zo neem je altijd sowieso wat op. En ik denk dat ik veel van mijn broers heb, zeker. Maar ik denk wel dat het een mix is, zeg maar. Van, zeg maar, een mix van Fikri, Fouad en Murad. Ik heb 6 C-partijen gedraaid in een jaar. En nu ben ik, dit wordt mijn 7e partij dan in totaal. Dit wordt mijn eerste B-partij. En het komt allemaal goed over. Ik train meestal 5 keer in de week. Want ik zit daarnaast ook nog op school. En ik train 1 keer in de week ga ik meestal rennen. En soms laat ik dat. En 4 keer in de week train ik echt intensief, echt hard. En 1 keer in de week gewoon rustig op de pads en niet echt hard, dus gewoon een beetje rustig gaan, meer op techniek. En zo ziet het eruit, zeg maar. Ik moet tegen Lucky Brobby, als ik het goed uitspreek. Ik ken die jongen niet, maar ik onderschat hem ook niet en ik ga zeker mijn best doen in de ring. Ik ga voor de winst. Ik heb met Ramzi Tamaditi voorbereid, mijn broer Fikri. Fikri Tierti, mijn broer Murad. Ik heb ook wel met Mosop Amrani voorbereid. Dit keer niet heel veel, maar in het begin wel. En Yunus El Mahsani ook wel. Chili, ik weet niet of jullie Chili kennen. Heb ik ook mee voorbereid. Dit zijn wel goede sparringspartners, leer je veel van. De Atlas is ook alle vechters van mijn gewicht die zeg maar goed zijn, die goed presteren, wil ik allemaal tegen vechten. Dus, als ik hun allemaal versla, wil ik de beste. En ook al, tuurlijk, verliezen hoort erbij, maar dan wil ik, zeg maar, stel dat ik van iemand verlies, wil ik graag een rematch tegen. Want iedereen is te pakken in de Thaïwans weer. Lucky, het wordt een harde partij. Ik ga natuurlijk voor de winst en ik wens je succes. Dus.